Welkom bij deze screencast. In deze screencast wil ik je graag laten zien hoe we op Windows Server 2008 een DNS-server gaan installeren. Een DNS-server zorgt ervoor dat bij het intypen van een domeinnaam deze automatisch wordt doorverwezen naar de juiste computer waarop die bestanden staan. Dat kan dus een website zijn of e-mail. Een DNS-server weet dus welk domein gekoppeld is aan welk IP-adres. En een IP-adres is dan weer gekoppeld aan een fysieke server. DNS-servers over de hele wereld communiceren onderling om deze gegevens constant up-to-date te houden. Tijdens deze screencast gaan we dus een DNS-server installeren die voor een domein wat we zelf verzonnen hebben zijn taken gaat doen. Allereerst beginnen we eventjes met inloggen op de Windows 2008 server. En op het moment dat die volledig opgestart is, wil ik eventjes twee dingen van tevoren laten zien. Allereerst de IP-gegevens van deze computer. En als we naar de eigenschappen van de netwerkkaart gaan kijken, dan zien we dat IP-versie 6 op dit moment eventjes uitgeschakeld is. En dat bij IP-versie 4 dat hij een IP-adres heeft, wat een C-klas IP-adres is, 192.168.1.50. Een standaard C-klasse subnetmasker van 3x255.0. De gateway, oftewel de router, bevindt zich op het IP-adres 192.168.1.1. En voorlopig heb ik eventjes een DNS-server die ik momenteel gebruik, die op 192.168.1.20 staat. Dit zou ook de DNS bijvoorbeeld van je provider kunnen zijn. Een andere instelling die ik al gemaakt heb, vinden we terug bij de eigenschappen van de computer. Advanced Systems en dan bij Computer Name. Dan zie je dat de volledige computernaam van deze server is server1.mediatech.lan. Het feit dat hier mediatech.lan achter staat, betekent dat hij zich waant in een domein. En dat komt omdat ik hier bij Change en bij More gezegd heb dat achter de computernaam altijd de DNS-suffix mediatech.lan toegepast moet worden. Te zien aan de top-level domeinnaam .lan betekent dat dit geen geregistreerde domein is, maar dat we dat puur voor intern gebruik alleen gaan gebruiken. Mediatech.lan is dus een domein wat niet echt bestaat. Het is niet geregistreerd. Ik cancel hier eventjes uit. En vervolgens zijn we terug in de server manager die we eventueel anders altijd met deze knopje kunnen opstarten. Hier vinden we rollen terug en we zien dat er nog geen enkele rol geïnstalleerd is. Dus dat gaan we nu wel doen. We gaan de allereerste rol toevoegen met Add Roles. En vervolgens kiezen we hier dus voor Domain Name System, oftewel een DNS server. Een volgende. Daarna installatie, zorg ervoor dat het DNS geïnstalleerd wordt. En dat is alweer klaar. Vervolgens kunnen we hier een rollen gaan uitklappen en zien we hier dat de DNS-server geïnstalleerd is. In deze Server Manager console zouden we dus hier verder kunnen gaan naar DNS en dan server 1 met alle zones en dergelijke die eronder zijn. Een andere mogelijkheid is om dat niet hier te doen en deze console te sluiten, maar via Start, Administrative Tools, naar de management console van DNS zelf. En dan zie je dat alle andere opties er niet meer zijn. Als we server 1 hier uit gaan klappen, zien we dat er nog geen forward lookup zone is. Er is nog geen reverse lookup zone. Er zijn nog geen conditionele forwarders. Dus eigenlijk is deze DNS nog volledig ongeconfigureerd. Wat we nu kunnen gaan doen, is allereerst ervoor zorgen bij de eigenschappen van de DNS-server zelf om te bepalen op het tabblad Interfaces naar welke interface, oftewel welke netwerkkaart, deze server luistert. Waar, op welke netwerkkaart reageert hij als er een vraag binnenkomt. Standaard staat hij op All IP Addresses. En dus in dit geval is het geen enkel probleem, want ik heb maar één netwerkkaart in deze server zitten. Maar het zou best kunnen zijn dat ik meerdere netwerkkaarten heb. En sterker nog, het zou zelfs een server kunnen zijn die met één netwerkkaart verbonden is met het internet, een WAN-kaart.
Het is dan wel verstandig om te kiezen op welke kaart die mag reageren. In dit geval zet ik hem wel op only the following IP-adres en laat een vinkje staan voor het IP-adres wat hij al heeft. De volgende stap is dat ik ga kijken naar de forwarders. Met andere woorden, alle queries die straks gedaan worden naar het domein mediatech.lan worden door deze DNS-server zelf beantwoord. Alle andere queries, dus naar andere domeinen als Microsoft.com of Google.nl of Apple.com, of die kan hij doorsturen naar een zogenaamde forwarder, een DNS-server hoger in de hiërarchie. Dat zou de DNS-server van je provider kunnen zijn, dat kan ook een open DNS-server van bijvoorbeeld Google zijn. En in mijn geval stuur ik hem door naar de DNS-server in mijn eigen domein. En die mag het verder gaan oplossen. Dan de volgende stap is dat we een forward lookup zone gaan creëren. Een forward lookup zone, daarin vinden we eigenlijk alle items terug dat als er op een naam gezocht wordt, dat er een IP-adres teruggegeven kan worden. En dat noemen we een forward lookup query. We gaan dus een nieuwe zone maken. De volgende. Het is de eerste zone, dus het is een primary zone. Laten we dus zo staan zoals die nu is. Volgende. En hier gaan we dan de zonenaam opgeven. En in dit voorbeeld was dat mediatech.lan, een fictief domein. Volgende. De DNS-server gaat een file maken, een tekstfile, die gaat opslaan. En die moet een bepaalde naam hebben. In dit geval heet die naam dus mediatech.lan.dns. Dat is standaard. Vind ik prima zo, laat ik staan. Volgende. En dan ben ik bij het onderdeel Dynamic Updates aangekomen. Ik heb niet de mogelijkheid om de bovenste optie aan te zetten, dat er only secure updates gedaan kunnen worden. Want dan heb ik Active Directory nodig en die staat op dit moment nog niet geïnstalleerd. Dus daar kan ik verder niks mee. En de volgende stap is dus dat ik kan kiezen of er non-secure updates gedaan worden of geen Dynamic Updates. En bij Dynamic Updates moet je bedenken dat een computer in de loop der tijd misschien wel een ander IP-adres gekregen heeft. En dan zou ik dus het record voor die computer in de DNS moeten wijzigen. Op het moment dat dynamische updates toegestaan worden, kan die computer dus zelf contact opnemen met die DNS-server en zeggen van, hey, mijn IP-adres is gewijzigd, dit is mijn naam, wil je het ook eventjes wijzigen in de DNS? Op dit moment is die mogelijkheid er dus niet en kies ik dus voor dat er geen dynamische updates toegestaan worden. Beter dan dat het op een onveilige manier gebeurt. Volgende. En finish. Als ik nu de mediatech.lan zone ga openklappen, dan zien we dat er een aantal records toegevoegd zijn, waarbij er voor server 1 ook een host record aangemaakt is. Die verwijst naar het IP-adres 192.168.1.50. Dat is het IP-adres van de server zelf. En we zien ook dat hier server 1.mediatech.lan en hier ook server 1.mediatech.lan, dat bijvoorbeeld de name server is die gebruikt wordt. Op het moment dat ik dus bij computer properties, advanced settings en computer name deze DNS service niet toegevoegd had op dit punt, had hier alleen server 1 punt gestaan. En had ik dat hier moeten wijzigen. Vandaar dat ik die computernaam dus eerst aangepast heb met het toevoegen van die DNS suffix. Deze zone is dus klaar. Vervolgens gaan we de reverse lookup zone maken. Met andere woorden, hij kan ook reverse gaan zoeken. Niet de naam, maar het IP-adres wordt opgegeven en daarna wordt de naam erbij gezocht. Ook hier een rechtsklik, nieuwe zone, de volgende. Ook dit is de eerste zone die we maken, dus dat blijft ook een primary zone. De volgende, we zijn bezig met IP versie 4, dus laten de bovenste optie laten we staan. Volgende, en hier hoeven we dus alleen maar het netwerk ID op te geven. Dus met behulp van het subnet masker is het bepaald dat het netwerk ID 192.168.1 is. Dat laatste IP-adres, die .50 die er eigenlijk nog achteraan komt als het over het IP-adres gaat, dat is het host ID. Dus die hoef ik op dit moment niet in te vullen.
Volgende, ook dit slaat hij op in een filenaam die in dit geval deze naam krijgt. Het omgekeerde IP-adres 1.168.192. Ook met extensie .dns. Volgende, ook hier kies ik weer voor het niet toestaan van dynamische updates. Volgende en finish. Als ik nou de reverse lookup zone ga uitklikken, zie ik ook hier dat de records aanwezig zijn. Maar ik mis hier wel nog het record wat hier een A-record heette. En hier dus geen A-record is, maar een pointer. Dus die pointer die ga ik nu hier zelf maken. En ik geef het laatste stukje van het IP-adres op, het host ID. Dat was 50. En ik kan hier of de volledige naam gewoon gaan intikken. server1.mediatech.lan. Dat is een mogelijkheid. Of ik ga met behulp van browser, ga ik deze naam die al in de forward lookup zone aanwezig was, opzoeken. En op die manier toevoegen. Dus ik vind hier de pointer terug. En hier het host record. De eerstvolgende keer dat ik hier een nieuw record ga maken, kan ik door middel van dit vinkje hier, update associated pointer, automatisch voor zorgen dat de pointer record ook aangemaakt wordt in die reverse lookup zone. Op dit punt zou dus mijn DNS server zo goed als in orde moeten zijn. Het enige wat we nu nog eventjes gaan doen is terug naar de gegevens van de netwerkkaart. En daar zie ik dat mijn DNS nog steeds verwijst naar 192.168.1.20. Op dit moment heeft die server zelf een DNS-server, dus ik ga hem nu naar zichzelf verwijzen. En dit zou dus voldoende moeten zijn. Nou, eens even controleren of we wel kunnen internetten. Dat schijnt helemaal goed te gaan. De website van het GLR laat goed. En de laatste stap die ik nu ga doen is het checken van de DNS met behulp van het commando nslookup. En ik krijg keurig netjes het antwoord terug dat de default server server1.mediatech.lan heet en dat IP-adres 192.168.1.50 is. Dus op dit moment kan ik gaan zoeken naar zowel naam, server 1. Dit is de server die reageert, de DNS-server. Dit is de volledige naam van de server die ik net opgevraagd heb met het IP-adres wat erbij hoort. Maar ook tegenovergestelde kan ik gaan doen zodat reverse lookup zone in dit geval aangesproken wordt of naar volledig andere domein. Ook daar zijn de gegevens van op te vragen. Het lijkt er dus op dat DNS volledig en goed functioneel is. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze screencast. Wellicht tot de volgende.